Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video. We hebben een rookmachine. We hebben dus sinds vandaag een rookmachine. Het is nu nog maar 8:38 uur, maar kijk, de postbode is al geweest en hij heeft deze hele mooie rookmachine langsgebracht. Dat is al heel vroeg, maar kijk, als ik hem aanzet. En ik heb dat machine aangekocht omdat ik de laatste tijd wakker word met allemaal zo korreltjes in mijn neus en bloedneuzen en heel erg vervelend. En dan ben ik gaan online opzoeken. Ik heb dus de dokter Google gebruikt. En ben ik online dus gaan opzoeken. En blijkbaar zou dat kunnen komen omdat de luchtvochtigheid in onze kamer, onze slaapkamer, te weinig is. Nu staat hij op 47%. Tussen 40 en 55 is eigenlijk goed. Maar 55 is beter dan 40 bijvoorbeeld. Nu staat hij op 48%. Want ja, de luchtbevochtiger staat aan. Dus het is eigenlijk niet echt een rookmachine, maar het is dus een luchtbevochtiger. En die maakt dus de lucht vochtiger, die reinigt ook. Die zorgt ook dat we zelf minder snel ziek worden. Plus een vochtigere lucht is ook beter voor je keel en je slijmvlies of voor het slijm in je keel. Klinkt een beetje vies, ik weet het. Maar je weet het wel of je herkent het vast wel, omdat je soms zo 's ochtends wakker wordt. En dan heb je echt zo helemaal een droge, zere keel. Dat komt dus omdat de luchtvochtigheid in jouw kamer waarschijnlijk niet goed is. En bij ons dus ook niet. Dus bij deze, blaas maar een beetje rook, hè. Dat voelt echt heel fijn aan, vind ik ook. Als jij zo mijn hand zo bij jou. Ja. Het voelt zo heel klein beetje wel, een heel klein beetje vochtig aan. Maar toch, het voelt gewoon goed aan. Ik ben blij dat we het hebben. En nu moet ik natuurlijk niet meer gaan slapen. Dat is 8:41 uur. Dus dan moet ik natuurlijk niet meer opnieuw gaan slapen. Het zal voor vanavond waar ik kijk er naar uit. Ik hoop ook dat het een oplossing biedt voor mijn probleem. Want ja, het was trouwens laatst iemand die zei: het is de laatste tijd zo vaak donker bij jullie vlogjes. Wel, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is volgens mij niet enkel bij onze vlogjes. Als ik zo buiten kijk, het is nu bijna 9:00 uur. Het is ook buiten nog steeds zo vies, grauw, donker weer. Het is gewoon de periode waar het heel gewoon donkere weer nog hebt. Dus het ligt helemaal niet aan onze vlogjes. We kunnen er niet veel aan doen om het buiten toch lichter te maken. Al zou ik dat wel heel erg graag willen natuurlijk. Maar dat gaat jammer genoeg niet. Maar dus bij deze, het is dus niet onze vlogjes die donker zijn, maar het is gewoon het vieze grauwe weer buiten, welk dat donker is. Dus zo ziet het er zelfs nog vrij licht uit, vind ik. Allee, licht. Zo ziet het er buiten uit. Het is gewoon niet mooi weer. Maar ik ga nu eerst beneden Jenno helpen. Want over 18 minuten komen onze ontbijters aan. En ik moet die mensen hun broodjes nog bakken. Dus ik heb nog wel een beetje werk. Giotti, ons koffie en ons theehuisje is gesloten. Het was vandaag wel best wel een drukke dag. Het was niet overdreven, maar het heeft toch wel altijd mensen in de zaak gegeven. Dus dat is wel weer al goed. En ik denk dat het eventjes een momentje is om eerlijk te zijn, ook naar jullie toe. Van, bij ons gaat het ook niet altijd even goed. En bij mij dan momenteel, met name met mijzelf. Het is niet zo gemakkelijk om daarover te praten. Maar ik voel mij de laatste tijd ietsje minder goed. En dat heeft denk ik een beetje te maken dat ik er een beetje door zit. Ik slaap dus de laatste tijd vrij slecht 's nachts. En ik ben dus ook wel moe overdag. Maar dat is denk ik niet echt het grote probleem. Ik vind gewoon geen rust meer. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik het anders kan uitleggen. Ik ben constant bezig. Is het niet in onze zaak? Is het wel met YouTube? Is het wel met de mailtjes beantwoorden? Is het wel met Instagram? Ik blijf gewoon bezig. En dat zorgt er een beetje voor dat ik een beetje onrustig ben. Gewoon. Ik merk ook dat ik heel de tijd aan het tandknarsen ben. Zo, ik weet dat de tanden zo op elkaar drukt. En dat begint echt pijn te doen aan mijn kaken gewoon. Ja, die druk gewoon. En
Daarbij heb ik nu ook sinds gisteren ook nog eens hier pijn aan zo mijn borstkas, zo net eigenlijk onder de borst. Ik zou zeggen pijn aan mijn hart, maar dat is nu precies zo heel drastisch om dat te zeggen. Maar het doet echt enorm veel zeer hier. En dan voornamelijk als ik eigenlijk adem. Het is een beetje te veel. Ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Ik heb echt denk ik nood aan heel eventjes rust. Aan heel eventjes... rust denken jullie al. Jullie gaan heel vaak weekendjes weg en zo. Maar dat is niet helemaal rust. Want wij maken ook nog elke dag een vlog. Instagram foto's. We reageren ook nog op jullie. Dus dat zorgt toch wel voor de nodige taakjes. En niet allemaal wat we dat erg vinden. Integendeel, we doen dat echt heel erg graag. Maar ja, het mag toch ook wel een keertje gezegd zijn dat het gewoon heel veel energie vergt. En ja, ik weet niet, momenteel heb ik denk ik een beetje tekort aan energie. Ook door de donkere dagen. De drukke donkere dagen. En ik hou veel meer van zonlicht. Als ik s'avonds gedaan heb met werken, is het dan tenminste nog steeds licht buiten. Kunnen we eens een keer gaan wandelen, eventjes hoofd leegmaken. En dat gaat natuurlijk nu ook wel gaan wandelen en buiten gaan, want het is gewoon... super koud, dus dat zou ook nog eens verkouden erbovenop worden ook. Ja, en ik slaap dan ook nog eens minder goed, omdat ik nu... ja, ik weet niet, ik slaap gewoon heel erg onrustig. En dan nog eens mijn neus die dan helemaal eigenlijk vast zit 's ochtends. Ik denk en ik hoop door de luchtvochtigheid in onze kamer. Dus ik heb nu... daar straks eventjes met mijn mama en met Jeno er ook eventjes over gebabbeld van... ik moet heel eventjes aan de noodrem trekken. Ik moet heel eventjes gewoon nadenken... Nu niet in het aspect van om te stoppen met YouTube of stoppen met Geotie. Zeker en vast niet, want dat is echt gewoon mijn leven. Jullie zijn onze YouTube-familie. Vind ik ook heel erg belangrijk. En Geotie is gewoon onze droom die we werkelijkheid hebben gemaakt. Maar ik moet gewoon een manier vinden om toch te ontspannen. Om weer beter te slapen. Die dingetjes eventjes misschien rust te vinden. En... ja, ik heb zo precies een beetje het gevoel van alleen kom ik er niet meer uit. Dus ik loop elke keer precies terug opnieuw tegen de muur. En dan, ik heb al een tijdje geleden ook gehad van dat het dan toch wel ietsje beter ging. Of ook slecht ging, dan terug weer ietsje beter ging en weer terug slecht. En ik wil nu gewoon graag terug positief door het leven gaan. En mij gewoon constant goed voelen en genoeg energie hebben voor alles. En ja, maar ik maak me vooral het meeste zorgen om hier die pijn dus. Dus heb ik daarnet ook met mijn mama besloten en met Jeno trouwens ook. Om vandaag eventjes nog een keer naar de huisdokter te gaan. Want het is toch wel belangrijk om eventjes te checken van waarom heb ik hier pijn. Dus het is toch ook wel een cruciale plaats. En waarom doet het daar pijn? En waarom slaap ik slecht 's nachts? En waarom tandken haar ziek? En misschien heeft de dokter wel eigenlijk oplossingen. Wel dat hij waarschijnlijk gewoon gaat zeggen van een beetje rustiger aan doen. Maar dat is best wel moeilijk. Dus ja, bij deze weten jullie ook hoe ik mij voel. Dus ja, ik vond het toch wel belangrijk dat jullie dat ook weten. Ik moet nu bijna vertrekken naar de dokter. Maar ja, ik vond dat toch wel heel belangrijk. En ik ben weer terug thuis van de dokter. Eigenlijk heeft de dokter niets gezegd wat ik eigenlijk nog niet wist. Ik moet het gewoon een beetje rustiger aandoen. En de pijn aan mijn hart, welke ik dacht, is dus niet echt mijn hart. Maar is iets dat geblokkeerd zit door de stress in mijn rug, in mijn zijkant van mijn rug. En dat duwt dan op iets dat hier zit. Dus hier dan. En dat, daarom heb ik daar dus ja, pijn. En ja, wat te veel aan te doen. Ik moet nu wel nog twee pilletjes nemen. Het ene... is een spierontspanner. Klinkt heel eng. Het andere is een ontstekingsremmer. Dan zou het hopelijk binnen een paar dagen weer terug beter moeten gaan. Ik kijk er echt naar uit. Die spierontspanner zorgt dus ook voor dat dan dat ding van achter aan mijn rug los komt zitten. Maar ook dat ik zelf ook een beetje ontspannender ben. En een ontstekingsremmer is dus voor het ook nog de ontsteking weg te krijgen. En de pijn. Ik lig nu in bed. Het is nog maar 9:30. De rookmachine staat weer aan. En ik denk dat ik gewoon mijn pyjama ga doen. Een beetje kerstfilm ga kijken. Of Netflix ga kijken. En dan ga slapen. Als je het er leuk van vindt, doe zeker als de duimpjes omhoog. Als je een tip hebt om te ontspannen.
ben ik ook wel heel benieuwd wat jullie tips zijn. Dus plaats het even hieronder in de reactie. Misschien kan ik er nog wel iets van gebruiken. Dus ja, het zou mij echt wel deugd doen. Even terug ontspannen en heel graag tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.